Samen ideeën bedenken om Nijmegen leuker en leefbaarder te maken. Het kan met het Kinderraadproject. Basisschoolleerlingen krijgen de kans om hun eigen ideeën voor de stad te presenteren tijdens de kinderraadvergadering. Na een democratisch stemproces wordt het beste idee uitgekozen en uiteindelijk ook uitgevoerd. Nou, vandaag zijn er twee groepen van de Hazensprong en zij komen hier in de raadzaal bij de gemeenteraad op bezoek. Ze hebben een aantal plannen gemaakt, 3 stuks per klas. Die plannen komen ze presenteren. En dan kiezen ze samen uit wat het meest passende plan is, hè, wat het meest realistisch is om te halen. En dat plan wordt dan mogelijk ook door de gemeente uitgevoerd. Dus dat is echt wel heel erg leuk. Het is een initiatief van de gemeente Nijmegen samen met Connecte Scholen en de Jozefscholen. En Sol-identiteitsbegeleiders hebben wij dit in 2015 hebben wij de Kinderraad Nijmegen opgericht. Wij gaan vandaag onze plannen presenteren om de school of de buurt beter te maken. Met het project krijgen de kinderen een kijkje achter de schermen bij de gemeente en denken ze mee over de ontwikkelingen van de stad. Ja, kinderen doen tijdens dit proces ervaring op met een democratisch proces. En het geeft ook invulling aan de burgerschapsopdracht op school. En tegelijkertijd werken ze aan hun eigen omgeving fijner en leukere stad te maken. Nou, omdat dat echt een hele mooie laagdrempelige manier is voor die kinderen om toch een keer hier bij de gemeenteraad op bezoek te komen. Dat ze zien hoe het hier werkt. Hoe het is om samen met elkaar het gesprek aan te gaan en ook samen te kiezen wat nu het meest passende, het mooiste plan is om uit te voeren. Nou, we gingen, de juf had 4 thema's bedacht. En wij gingen zelf brainstormen met post-its. En dan als we een goed idee hadden bij dat thema, dan mocht het op die post-it plakken. De kinderen komen met creatieve ideeën om de stad leuker, veiliger en groener te maken. Het kan heel wisselend zijn. Dat gaat soms over sporten, samen iets doen voor oudere mensen, vergroenen van de wijk. Oh, dat kan echt heel verschillend zijn. Ik heb prullenbakken versieren gezien, parcours van planten, glow-in-the-dark verf om het veiliger te maken in het donker. Nou, ze komen echt met de meest creatieve ideeën. Dat maakt het ook zo leuk. We hebben 3 plannen. 1 gaat over veiligheid, 1 gaat over natuur en milieu en 1 over ontmoeting en contact. Tijdens de raadsvergadering mogen ze stemmen op het beste idee. En misschien zien ze over een tijdje hun eigen idee wel terug in de stad. We gaan praten over hoe we de buurt beter kunnen maken en wat voor plannen we allemaal hebben. Nou, de kinderen hebben dus allemaal een plan voorbereid, 3 per klas. Die gaan ze hier presenteren. Vervolgens mogen alle klasgenoten daar vragen over stellen. Dan gaan ze daar het gesprek over aan en vervolgens wordt er gestemd. En per klas wordt er dus het meest passende mooie idee gekozen om uit te voeren. Wel een beetje spannend, maar ook heel leuk. Ja, wij hadden ook wel een beetje stress, want we waren een beetje laat aan begonnen. Maar het is wel gelukt.